Oei, het is je boy QC. En vandaag hebben wij teken het en ik koop het op het menu staan. En dit is de familieeditie. Zo ga ik voor mijn kinderen tot aan mijn moeder cadeaus kopen die zij hebben getekend. Dus ik ben echt benieuwd wat iedereen gaat uitbeelden en wat voor cadeaus ik moet kopen. Laten we beginnen bij die drie supersterren van me. Wat jullie straks gaan tekenen, dat gaat papa kopen. Dus teken maar iets en dan gaat papa het kopen. Ik heb nu een hond. Ja, een hond is niet zo 1, 2, 3 haalbaar. Wil jij tekenen Robux? Of niet? Oké, okay, luister dan. Ja. Van Mimi denk ik dat te weten. Ik ga sowieso voor een Roblox kaart. Ja, Noonie, iets van Paw Patrol. Kan bijna niet anders. Ja. Alleen ik maak me zorgen om Jer. Ja. Wat als hij de Ikea tekent? Ja, dat is dan wel. Bro, ik heb niet het geld voor de Ikea, maat. Ja, dat wil fijn dan. Ik heb een aardig budgetje, mag ik wel zeggen. Maar ja, ergens stopt het ook. Ik kan niet Ikea miniatuur halen. Ja, dat heb ik nu wel gaan tekenen, man. Ja. Dus het is even wachten. Kom pas op. Ja, toch? Ja. Hey, you are a disco hobbit. Hey, you are a disco hobbit. Hey, zijn jullie klaar? Ja. Ja? De bordjes zijn omgedraaid. Doe niet. Nee, jij. Doe niet eens hij. Ja, man. Doe, wat doe je allemaal? Oké. Okay. Noosie Petkoemski. Laat eens zien wat jij hebt getekend. Laat maar zien je bordje. Yay. Oh. Oh, wat is dat? Hij weet het niet meer. Weet ze het niet meer? Robocop. Is het Paw Patrol? Oh ja, ik zie het. Paw Patrol. Oh, nou dan krijg jij je Paw Patrol. Weet je ook wie van Paw Patrol? Of gewoon Paw Patrol? Paw Patrol. Volgens mij is Paw Patrol gewoon in een tornado gegaan. Als ik naar de tekening kijk. Meme. Meme. Breng alsjeblieft liefst een duistere humor in mij niet naar boven. Papa! Ja. Savage gewoon. Ja, dat is savage. Ja, Miem, Noosie is wat kleiner, toch? Ik kan al niet zo... Mooi hoor, Noon, heel mooi. Paw Patrol! Yay! Yay! Ik ga stuk. Jeremiah, hou jij maar je bordje omhoog. Wat heb jij getekend? Oeh, leg eens uit. Wat heb je getekend? Robux. Robux? Ja, papa. Dus jij wilt Roblox punten? Ja. Ik heb 20. Ja, wat zei je? Hij heeft bedrag opgeschreven ook nog. 20? Ja. Zo. Oké, okay, nee, maar. Maar schappelijk. Je hebt hogere kaarten. Ja? Mimsy, ik ben benieuwd wat jij hebt getekend. En ik kan het bijna al raden, denk ik. Zelfs al. Ja? Oh, ook een Roblox kaart. Ook 20 euro. Oké. Ja, goede opvoeding, man. Je hebt gekke kaarten. Ja. Nee, jullie hebben het schappelijk gehouden. Mooie tekening ook, Mims. Dan weten wij wat ons te doen staat. Ja. Nou, dan zien we jullie zo. Hey, Jer. Ja. Ik dacht dat jij de Ikea zou tekenen. Huh? Maar gelukkig is dat niet door je hoofd gegaan. Papa kan geen Ikea betalen. Ik kan alleen ook Roblox betalen. Ja, Roblox kan ik wel betalen, hoor, moppie. Die bril zeker weer, bro. Nee, man. Wat? Het is een mooi brilletje, bro. Ja, bro. Ik vind het gewoon nice dat je gewoon zonder panelen loopt. Ik krijg een beetje extra energie van dat, toch? Ja, dat is niet normaal, man. Het is gewoon label C-energie, man. Nee, bro, ik weet niet wat het is. Ik had niet eens door dat je een bril had opgezet. Nou ja, hij is er weer. Hij is er weer. Ja, man. Ja, man. Als je die bril wil tekenen, heb je een grotere plan. Oh, maar goed, hey, er staat ons werk te doen. Gelukkig kunnen we dit wel lekker bij één winkel. Ik kan niet. Kijk, doe maar af, joh. Nee, maar ja. Bro, hou op. Maar er staat niet eens zon. Nee, dat is gewoon een beetje fashion. Oké, maar er staat ons genoeg werk te doen. Dus laten we move. Ja, let's go. Maar ik had eerlijk gezegd, bij Jared toch, ja, naast de Ikea had ik wel gedacht dat hij zou voor Pokémon gaan. Maar ik denk dat hij met zijn zus is meegegaan. Ja, man. Ja? Ja, zodat je afgekeken hebt. Oh, ja. Een goed idee, weet je. Ja. Snap je? Ja, even kijken hoor. Daar zijn we weer. Wow, hoe vaak ik wel niet in deze winkel voor die kids ben geweest, niet normaal, man. Ja. Even kijken. De Paw Patrol. Die zit wel goed. Paw Patrol, jongen. Ik weet niet welke persoon, zeg maar, die neppe superhelden heeft bedacht. Maar ze zijn erg aan het stekken. Ja. Die maken geld, hè? Hey, dit is Sky. Ja, Sky.
Over Sky heeft ze het wel vaak. Ja, ze is heel veel van Sky. Ja. Sky, hè? Ja. Hoppa. Sky. Speciaal voor jou. Ook nog mooi. Precies dezelfde prijs als de kaarten. Als de kaarten, ja. Mag ik ook 2 Roblox kaarten van 20 euro? Oh, maak er maar 50 van je. Buiten is binnen. Buiten is binnen. Ja. Hey, we zijn er zo. Hij komt gelijk aanrennen. Kijk. Papa! Ja. Heb jij Robux? Ik weet het niet, maar ik heb maar 1 doos vast. Dan beginnen we ook bij jou, Noem. Kijk eens. Ja, kijk. Wauw. Mooi? Wat zeg je dan? Die is geslaagd. Die is geslaagd. Jack, kijk eens. Dankjewel. Ben je blij? Ja. Ja? En memes. Kijk eens. Ben je blij ermee? Ja. Ja? Wat zeg je dan? Dankjewel, man. Oh, zo, Jack. Die is door het dolle heen. Ja. Hij kijkt. Mooi hoor. Ik heb wel één keer nog niet. Zo. En dan dansie. Kijk. Hey. Zo, hele combo's. Oh, Noem, je hebt hem uitgepakt. Oh. Ik ga die van mijn. Die foto maken. Ga je een foto maken? Ja. Wil je de foto ermee? Moet papa een foto maken? Echt een influencer deze keer. Ik weet niet of jullie mijn story hebben gezien met de suikerspin, maar daar moest ik ook een foto van maken. En nu dus een foto met de Roblox kaart. Moet je hier staan dan? Oké, ik ga hem maken. Modelletje hoor. Zo, hij is mooi hoor. De volgende slachtoffer. Ben ik of jij het slachtoffer? Ja, dat is. Nou, je weet ondertussen het concept. Teken het en ik koop het. Okay. Nou, en je hoeft geen hart te tekenen, want die is al verkocht. Nou. Ja. Beetje gek ben je. Ik ben benieuwd wat jij gaat tekenen en dan zie ik je zo. Stef, ja. Wat zou Stef tekenen? Oeh, dat zou je eigenlijk moeten weten, bro. Ja, ik zei al, mijn hart hoef je niet meer te vertekenen. Die is al verkocht. Ja, wow. Kan zomaar de juiste uitspraak zijn voor een gezellig avondje. Nee, maar ik denk parfum. Parfum? Parfum. Parfum, ja. Ja, dat denk ik ook wel ergens aan. Ja? Ja. Ja? Een parfum of een cremmetje of zoiets. Iets in dat, hè? Iets in dat, ja. Iets in die trant. Laat ik zeggen als ik klaar. Oké, Mop. Ik ben heel erg benieuwd wat je hebt getekend. Laat maar zien. Even kijken, rood of blauw? Rode parfum? Nee. Wat is het dan? Nagellak. Oh, tuurlijk! Dat is gewoon nagellak. Oké, rood of blauw? Ja. Of beide? Dat mag jij weten. Ja? Dan ja, oké, duidelijk. Kijk, en een hartje. En een hartje? Ja, dat is lief. Dat is lief. Weet je wat het eerste was dat om mijn hoofd heen ging? Ja. Nee, ik dacht een tampon. Oh, die wij in de shadow. Ja, we moeten dus eigenlijk nu naar een soort van, hoe noemen we dat, schoonheidsspecialistenwinkel? Ja, nee, niet echt schoon, gewoon parfumerie, zoiets. Ja. Waar hou jij altijd je nagellak? Ik heb geprobeerd. Bro, recht zo, krijg die aan je zo. Ik krijg je nagellak, bro. Gek, joh. Man, kreeg gewoon echt, hoor. Ja, ik had toch geen nagellak, pik. Maar ik hoorde altijd gewoon een beetje op jouw middelbare schooltijd. Wat? Dat je nagellak doet. Ja, bro, doe erop, man, met je nagellak, man. Ga weg, joh, gek. Ik maak helemaal geen nagellak. Ik zie jouw potjes met kleurtjes. Ik denk dat we daar beter kunnen slagen. Mm. Oh, hier ook, toch? Ja, nu doe ik net als verstandig van nagellak. Dat valt een beetje heel erg op ineens. Dankjewel. Rood of blauw, hè, was dat? Ja, ik ga even vragen. Mevrouw, wat is een beetje de Rolls Royce, maar dan van nagellak? Oeh, rood. Dat aan de andere kant ook nog. Dus wil je echt het kobaltblauw of wil je meer... Zo, blauw. Ja, dat is wel mooi misschien. En hebben jullie ook bijpassende lippenstift? Nou ja, wel een rode lipstift, maar blauwe lipstift nee, bij mij niet. Nee, dat bestaat wel. Bestaat maar dat wel. Je meer in dat bij een feestwinkel moet die... dan zijn. Ja, ja. Je moet daar deze voor gebruiken. Ja, nee, dat is niet voor mij. Dat is niet voor mij. Nee. Dat is niet voor mij. Dan wordt het 72 euro. 72. Ja, zet je toch goed? Ja, het duurste was voor mij de lippenstift, hè? Ja. Dat is een aardig lippenstiffie. Nou, cadeautje van Stef ook binnen. Geslaagd.
geslaagd. Ja. Ik vraag me wel af van, wat zit er nou in zo'n lippenstift? De prijs boeit me niet zo, maar het gaat mij meer erom dat ik denk van ja, voor €60 heb je ook gewoon een spel wat je gewoon soms jaren kan spelen. Jaren kan spelen. Nee, maar gewoon je moet denken, je hebt gewoon een spel waarbij mensen jaren eraan hebben gewerkt, vervolgens voor €60 op de markt gooien. En die zeggen van ja, smeer het maar een paar keer op je lippen, stel de prijs. Ik denk dat het iets wat wij mannen misschien nooit zouden begrijpen. Kijk eens. Nou, eens even gezien. Ik heb wel gevraagd naar de Rolls Royce van de make-up. En dit was Esso of zo, was het? Essie. Oh, Essie. Ik ken het merk niet, maar... Ja, dit bleek heel goed te zijn. Oké, dankjewel. Blij mee? Ja. En? Dat is dit. Ja, ook nog lippenstift. Die had je ook getekend. Oh, lippenstift. Ja. Oh, rood ook nog. Wow, jij gaat wild. Wat is dit dan? Je wilt toch rood of blauw? Oh, je lippenstift. Pipo de Clown en Mamaloo. Sorry. Wat mis ik hier nou? Oh, wat erg. Ik denk dat het heel mooi gaat staan. Echt? Hou je niet van rode lippenstift? Maar wacht even. Je zei toch van ik wil rood of... Ja, maar ik bedoel eigenlijk de nagellak. Oh. Nou, oké, blauwe lippenstift. Ja, daar heb ik om gevraagd, hè? Nee. Ja, toen zei ze, ja, dan moet je naar een feestwinkel. Ja. Dat snap ik. Ja, ik heb daar geen verstand van. Ja, ik vind het leuk staan. Ja, dat is goed, hoor. Ja? Ja. Ben je niet gewend, rode lippenstift? Ben je wel een lippenstift gewend? Nee. Oksel. Oksel. Lekker, hè, Jan? Ik ben zelf... Mel plakken. Ik besef mij nu pas dat jij nooit lippenstift op hebt. Maar omdat jij net zo'n lippenstift had getekend... Weet je wat wel leuk is? Alsjeblieft. Ik zie Vee kijken, ik wil ook een kusje. Nee, ook niet hoor. Doe maar niet. Nee. Ik zeg, weer een missie geslaagd. Ja, geslaagd man. Ja. Ja, mooi kusje op je mama. Ja. Gaan we door naar mama? Ja, let's go. Voelt toch wel vertrouwd hier. Staan, altijd, hè? Ja man. Oh. Hé, hey man. Daar zijn we. Daar zijn we. Daar zijn jullie. Ja, want we hebben een challenge. Zoals je ziet heb ik hier een bord en een stift. Ja. Teken het en ik koop het. Dus je mag iets tekenen. Wat ik leuk vind. Ja, en dan ga ik het kopen. Oké, dan gaan we beginnen. En Vee. Ja. Er liggen niet zomaar twee bordjes. Oh, vandaar. Ja. Mag ik ook wat tekenen? Ja. Oh, love, lekker man. Dus ik zou zeggen, gaan jullie lekker allebei tekenen? En dan zie ik het zo. Ja. Ja toch? Oké, okay, nice. Heb je iets in je hoofd? Ja, ik heb zeker iets in mijn hoofd. Ja? Ik kan gelijk iets in mijn hoofd wat ik nodig had. Oké. Oh, zo. Voor mij is dat bliksem. Het is ook ondertussen gewoon gaan regenen. Oei, joh. Doe eens rustig, maat. We werden even gestoord door de bliksem, maar waar waren we gebleven? Oké, mijn broer en mijn moeder zijn allebei aan het tekenen. Wat gaat het zijn? Ik denk bij mijn broer of een spelletje of iets elektronisch, iets in die richting. En mama, ik denk een bodycreme of zo, iets in die richting. Bodycreme, ook misschien parfum, iets in die richting. We gaan het zien. Het weer bevalt me niet. Oké, man, ik zie al een lachje op het gezicht. Klopt. Ja? Klopt. Nou, laat maar zien. Ik hoop dat je het kan raden. Een bak koffie? Nee. Dat is waar dat ik al van kan wachten. Oké, voor de mensen thuis, wat is dit? Een bak thee? Nee. Een versnipperaar? Nee. Nou, ik weet het al. Ik krijg het niet, want ik kan het niet raden. Ja, oké, mam, jouw kansen zijn voorbij. Nee, dat is een grapje. Ja. Mam, ja, ik kan het niet raden, maar onthul het. Je kan er iets in bakken. Frituurpan? Nee, het is gezonder. Airfryer? Ja. Oh, ja. Een nieuwe airfryer? Ja. Is jouw niet meer goed? Ja, maar die is een beetje klein. Toe aan vervanging, zeg je wel. Ja, toe aan vervanging. Ja, dan gaan we een airfryer kopen. Maar de winkels hier zijn niet meer open. Dat betekent wel dat we naar de stad moeten. Ja. Dan gaan we naar de stad. Ja. Voor de airfryer. Ja. Dit is echt super mooi. Oké, Vee, nu jij. Ja, ik hoor dat we naar de stad gaan, toch? Ja. Dan, ik weet zeker dat ik hier getekend heb, dat ik het in de stad kan krijgen. Dus zou ik het pas onthullen als we in de stad zijn? Mijn content creator. We houden de spanning erin. We houden de spanning erin. Voor mijzelf, voor de kijkers. En voor mij. Ja. Ja. Dank je wel. Dan ben ik wel heel erg benieuwd wat jij hebt getekend. Ja. Ik vraag me af of die iets elektronisch heeft gehad. Of dat je misschien een... Ja, ik stop ermee. Hier, zoek maar naar de challenge. Nee. Houd er nou eens mee, jongen. Huh? Mom. Waarom zie ik die jongen altijd? Zie je? Waarom zie ik die jongen nou?
Ik ga onderweg naar de stad om een cadeau voor je te kopen. Hoe kan ik hem zieken? Nou, wij gaan vertrekken. Yes. Jij houdt je bordje bij je? Ik hou een bordje bij me. Ja, dat ja, is niet nice. Nee, ik moet de tekening ook even goed houden, anders is het, heb ik alleen maar nog druppels. Heb je niks? Heb ik niks. Hooligan mode om. Ramp. Jezus. Zo, maat. Zo. Zo. Hey, helemaal zeiknat. Zo, mijn camera is zeiknat. Zo, zelfs bijna mijn tekening is ook helemaal zeiknat. Ik heb hier een camera staan. Hij maakt zich druk om de tekening. Ja. Oh, waar is die hoor? Oh. Daar is die. Ja, ja. Daar is die. Ja, ja. Lekker man. Hey, Setje. Ja. We zijn natuurlijk bezig met de challenge. Teken het en ik koop het. Dus ja, jij mag ook wat tekenen. We hebben nog een boetje van mama. Oh. Ik zou zeggen, ga maar tekenen man. Ja? Ja. Maar wat je hebt getekend is wel realistisch, toch? Ja. Ja, ik dacht meer in de vorm van als je je vader tekent. Die... Wauw! Wauw! Nee, dit is realistisch. Bro. Wat je vader tekent? Nee! De tekeningen zijn gewaarborgd? Jazeker. Ja toch? Let's go. Zo weer helemaal nat geregend. Maar hier zijn we man, op de roltrap. Spending money, bro. Spending money. We gaan even die portemonnee trekken. Kijk, Setje, we zitten op het goede spoor, man. Van ja. Mijn moeder. Wat denk je wat het is? Oh, koffiezetapparaat. Wat? Koffiezetapparaat. Nou, die heb ik laatst nog helemaal een nieuwe gekocht. Oh, was ja. Je nog bij? Ja, klopt, ja. Ik denk dat dit hem wordt. Ja, man. Dit is wel een soort van de Rolls Royce, man. Het ziet er wel heel luxe uit, hoor. Heel luxe, man. Ja, man. Twee bakjes. Heel alles, veel knoppen, man. Heel veel menus. Dit is dus wel echt de top van de top. Ja, man. Inpakken en wegwezen, man. Zo, dit is er wel eentje. Zo, een steviger. Ja? Mama, haar cadeau hebben we binnen. Maar jouw cadeau is bij dezelfde winkel verkrijgbaar. Ja. Dan ben ik heel erg benieuwd wat jij hebt, man. Ja, mag ik het onthullen? Ja, toch? Wat zou het zijn? Denk jij zo'n controller, maat? Bro, dat is niet slecht. Bro, maar is dit de nieuwe PlayStation of is dit PlayStation 1? Wat is... Kijk, je ziet die twee streepjes hier zo en dat logotje in het midden. Dus dat is de nieuwe PlayStation 5 joystick. Ja, bro. Ik denk als jij ontwerper was bij PlayStation, maat, hadden ze je eruit gegooid. Ja, bro. Als ik ontwerper was, had ik een computer gebruikt om een tekening te maken. Was ik hem nou te vlammen hier, man? Nee, sorry. Cadeau. Die gaan we kopen voor je. En jouw setje? Kunnen we die ook hier halen? Nee, die van mij kan je niet halen. Oh, zo. Wil je hem zien? Nee, nog niet. Dan wachten we daar nog mee. Okay. Ja, kies er maar één. Ik wou net zeggen, dit is wel echt gruwelijk, man. Dit is wel gruwelijk, man. Oh, ik heb niks gedaan. Hé, inpakken en wegwezen. Inpakken en wegwezen. Cadeau van mama, gesecured. Dat is al gelijk een bakbeest, jongen. En, niet te vergeten, de controller. Oh, dat is een mooi ding. Sowieso, thanks man. Ja toch? Ja, lol. mooi controletje. Ja, ik ben blij dat ik maken. Ja toch? Mag ik misschien mijn mond even leeg even? Nee. Schrikkelijke roos ook, jongen. Hij lag gewoon uit. Hij stond er gewoon naast. Hij kon ook gewoon even zeggen van, yo bro, ik doe het wel even voor je. Oh, ik denk dat mama wel blij gaat zijn. Ja, geloof ik ook wel. Zo, oude veer. Nee, we kunnen dezelfde straat komen, toch? Ja, zo. We zaten vroeger hier in zo'n container staan. Die hebben ze weg. Wauw. Ja. Dit is top op de top, man. Ja, mooi. Ja, ik ben gelijk voor de best gegaan. Wat een mooie, dankjewel. Dankjewel. Oh, super. Dat is een hele mooie. We moeten zeg maar, naar de video moet hij wel terug. Nee. Dit geloof ik niet. Pas ook wel bij de kleuren en zo alles, hè? Mooi, hè? Dat heeft hij goed gedaan. Wat een mooie, zeg. Blij mee? Ja, heel blij. Het is rapid air technologie. Oké, okay, maar oké, okay. Ik hoor jou wat zeggen, maar leg nu uit dan, want je doet kijk, zo interessant. Kijk, rapid air technologie, dat hetelijk heel snel gaat. Rapid, snel. Ja, oh, dat is... Wat is zeg maar de techniek die ze gebruiken? Gewoon heel snel hete lucht blazen. Dan wordt het heel snel verwarmd. Ja. En daar heet het rapid. We hebben nog wat, want ik ga nog tekenen. Oké, hoe ga ik dit tekenen? Ik ben wel creatief, zeg maar ik kan totaal niet tekenen. Ben je ready, V? Ik ben ready. Dit is ook een soort van verrassing voor jou. Voor mij? Ja, een soort van. Oké, ben je ready? Ja, ik ben ready. Het lijkt wel op Fortnite, bro.
Ja man, dat is de F van Fortnite. F van Fortnite, ja man. Ja toch, wow, jij hebt ook twee kleintjes. Oh. Die kunnen we ook niet overslaan, dus, ik dacht V-Bucks. Oh, dat is lol. Ja toch? Ja. Ik dacht echt dat je oprecht iets voor jezelf ging tekenen, dus ik was gewoon best nieuwsgierig, wat ga je voor jezelf halen. Ja. Maar dit brengt me wel een beetje op gang. Dat vind ik echt wel lof man. Lof man, lof man. Tuurlijk, die kunnen we ook niet overslaan. Ja bro, we hebben vandaag de fam geblest, konden neefjes ook niet overblijven toch? Dat is een dikke lof bro. Ja toch, dat gaan ze leuk vinden. Vooral Velano wordt weer gek. Bro, ja, je had hem laatst toch geblest om van die operatie toch, bro? Ja. Bro, deze man heeft denk ik heel de wijk gezegd. Ja, bro, ik heb 13.000 V-Bucks punten gekregen van mijn oom QC. Ja, bro. Dat is alleen maar mooi, toch? Oké, Setje. Ja? Ze zeggen altijd, save the best for last. For last. Ik ben heel erg benieuwd wat jij hebt. Ik heb al, weet je, ondertussen in de auto net heb ik al gewoon een idee kunnen creëren wat het zou kunnen zijn. En het zal me echt niks verbazen. Nee? Nee, nee. Ik ben benieuwd. We konden het net niet halen. We hebben een lange dag erop zitten. Weet je? Ik weet. We hebben echt een lange dag erop zitten. Kijk, dan moet ik natuurlijk nog eten. Je wist het al, hè? Dat moet ik natuurlijk wel eten. Het is gewoon unbelievable. We hadden het kunnen weten, Setje gaat voor eten. Ja, ik sowieso. Ja, maar kijk, ik ben ook alweer zo. Jullie mogen ook eten. No. Dat dan weer wel. No. Je doet nu alsof jij het betaalt, man. Q, betaal. Nou, Setje, daar gaat je burger. Ja. School gesloten. Eerder gesloten vandaag. Ja. En nu? Kijk wat er... Ja, tuurlijk. Bijna tranen in je ogen. Ik heb honger, man. Oké, we konden Setje natuurlijk niet met lege handen laten. Dus hebben we een cheeseburger besteld bij een lokale tent. En och, kijk hem eens genieten. Kijk hem blij zijn. Maar niet alleen Cedric was blij, maar de hele familie was blij met de cadeautjes. Dus als je mij vraagt, hebben we een geslaagde dag en een geslaagde video. Vergeet niet te abonneren. Ik hou van jullie. Later. Skuda!